Grote kans dat als je deze video op dit moment kijkt, dat jij toewerkt naar een toekomst waarin je financieel onafhankelijk bent. Of misschien dat je geïnteresseerd bent daarin in ieder geval. En in deze video gaan we dan kijken naar hoeveel vermogen je op een bepaalde leeftijd moet hebben om ervoor te zorgen dat je op latere leeftijd financieel onafhankelijk kunt worden. Dat je genoeg vermogen hebt om van te kunnen leven. Natuurlijk heb je mensen die al op z'n 18e beginnen. Maar wat nou als je dus juist niet op je 18e begint, maar misschien op je 25e of op je 45e. Welk vermogen zou je dan moeten hebben en wat moet je dan nog maandelijks inleggen om toch op latere leeftijd financieel onafhankelijk te worden? Nou, die vraag gaan we beantwoorden in deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En we hebben sinds deze week ook een Discord chat waardoor we misschien wat meer interactie met elkaar kunnen hebben. Alle links en ook voor social media vind je onder deze video. Maar in ieder geval in deze video gaan we dus kijken naar hoeveel vermogen je op een bepaalde leeftijd moet hebben om later financieel of onafhankelijk te zijn. Dat je genoeg vermogen hebt om van te leven elke jaar. En zoals gezegd, natuurlijk zijn er mensen bij die op z'n 18e al beginnen. Maar de meeste, net zoals ik, ben pas ergens achter in mijn 20 begonnen. En dan moet je beseffen van, ja, ik heb eigenlijk al 10 jaar achterstand. Welk vermogen zou ik nou eigenlijk op dit moment moeten hebben? Wil ik nog op schema liggen? Of als ik nu begin, wat moet ik dan doen elke maand om toch bijvoorbeeld in zoveel jaar tijd een vermogen op te bouwen om van te kunnen leven? Nou, we gaan natuurlijk van een paar dingen uit voordat we deze video kunnen behandelen eigenlijk. En ten eerste is dat welk bedrag we willen om later per jaar van te leven. Nou, dat bedrag heb ik ingesteld op 25.000 euro, omdat ik denk dat dat nu en ook in de toekomst wel een behoorlijk bedrag is om van te kunnen leven. Want dit is namelijk voor de meeste mensen ongeveer het salaris dat ze ieder jaar overhouden. Op dit moment al, als je gewoon een fulltime job hebt, zeg maar, dan zul je rond de 25.000 euro verdienen. Misschien iets meer, misschien iets minder. Dus ja, een beetje het gemiddelde. We gaan uit van 25.000 euro. Als we dan rekening houden met de 4% regel, die ik al in een eerdere video heb toegelicht, die zal ik hier neerzetten. Maar dat houdt in dat we eigenlijk ervan uitgaan dat we een vermogen opbouwen en dat we daar elke jaar 4% uithalen. En die 4% is in dit geval die 25.000 euro. Dus hoe we dat ook kunnen doen, is door die 25.000 euro die we hebben te vermenigvuldigen met 25. En dan komen we op het bedrag uit waar we naartoe willen werken. En dat is in dit geval dan 625.000 euro aan vermogen dat we op willen bouwen. En vanuit dat bedrag kunnen we dus, zoals gezegd, ieder jaar 4% uithalen. En we gaan ervan uit dat tegelijkertijd het gemiddelde rendement dat we maken ongeveer 7% is. Dus ten eerste zal het 7% toenemen per jaar en dan halen we er 3% uit. Dus eigenlijk blijft er nog altijd een stukje vermogen inzitten in het bedrag. En kunnen we dus elk jaar gemakkelijk geld eruit halen zonder dat eigenlijk het originele bedrag wordt aangetast op die manier. Het wordt niet kleiner. Natuurlijk kan het kleiner worden als het een slecht jaar is. Maar is het een goed jaar, dan zal het juist nog harder stijgen. En dan zit natuurlijk al een beetje de inflatie en alles meegerekend. Daar houden we niet al te veel rekening mee, omdat dat het gaat vooral om het idee. En wat we dus nu moeten doen is kijken van, stel ik ben niet op een leeftijd van 18 jaar begonnen, maar ik ben 25 of 35, welk vermogen moet ik nou hebben? Als eerste wil ik dan kijken naar wat als je wel op je 18e zou zijn begonnen en dan door zou sparen of beleggen totdat je 67 bent, dat je op die leeftijd met pensioen gaat en dat je dan voldoende vermogen hebt om van te leven. Dus dan houden we niet eens rekening met het pensioen wat je eventueel al op hebt gebouwd, maar we gaan puur uit van ons eigen vermogen. En misschien heb je dan ook nog wel vermogen in vastgoed zitten op dat moment, dat rekenen we ook niet mee. We gaan eigenlijk puur uit van belegd vermogen en dat is dan het bedrag van 625.000 euro op die leeftijd. Nou, welk bedrag had je dan nodig op je 18e? Nou, als je vanaf je 18e elke maand 135 euro had ingelegd tot en met je 67ste, dan zou dat opbouwen tot 625.000 euro per jaar. Maar zoals gezegd, de meeste van ons zullen dat niet hebben gedaan. We komen er vaak, als we geluk hebben, ergens in ons 20 achter. Misschien ben je inmiddels al 30 of 40. Op het moment dat je erachter komt van, had ik maar meer gedaan aan mijn financiële onafhankelijkheid van de toekomst, meer aan mijn vermogensopbouw. Wat kan ik nu nog doen of wat moet ik nu nog doen om dat te kunnen bereiken? Dan gaan we even kijken naar een grafiek waarin we alles even in een groot overzicht zetten eigenlijk. En dan kun je zien dat, stel nou dat er 25 zijn, dan zouden we op dit moment 17.245 euro moeten hebben opgebouwd om toch op schema te liggen om dat bedrag van 625.000 euro te bereiken. Nou, stel nou dat we 35 zijn bijvoorbeeld, dan zul je al zien dat dit bedrag 57.145 euro is. Bij 45 is dit 135.636 euro. Mocht je nou 55 jaar zijn, dan moet je in principe al een vermogen hebben van 290.039 euro. En kom je er echt heel laat achter op je 65ste en je denkt van, oh, ik moet
eigenlijk over 2 jaar zou ik een vermogen op willen hebben gebouwd waarvan ik kan leven. Dan moet je zorgen dat je op je 65ste 553.357 euro hebt opgebouwd als vermogen. En als we dan rekening houden met het 7% rendement gemiddeld per jaar op de beurs, dan kom je uit op je 67ste op een bedrag van 637.018 euro. Nou, dat is dus het geval dat alles goed hebben gedaan en dat je op die moment al over dat vermogen beschikt natuurlijk. Stel je bent dus op dit moment 35 en je denkt van ja, dit wil ik bereiken. Ik wil financieel onafhankelijk worden. Wat hou ik dan nu als vermogen nodig? Nou, dan was dat dus 57.145 euro. Grote kans dat je het niet hebt. En wat moet je dan doen? Nou, dan gaan we kijken naar bijvoorbeeld welk bedrag op een bepaalde leeftijd je nog elke maand moet inleggen om toch dit doel van 635.000 euro te bereiken. Hou er rekening mee dat je dus op je 18e 135 euro per maand inlegde om dit doel te bereiken. En ben je inmiddels 25, dan is dit al gestegen naar 218 euro in de maand. Bij 35 is het 455 euro in de maand dat je moet inleggen. Ben je nou 45, dan moet je al 1024 euro in de maand inleggen om dit doel nog te kunnen bereiken. Bij 55 is het 2806 euro. En ben je 65 en heb je dus nog maar 2 jaar, dan zou je in principe 24.251 euro elke maand moeten inleggen om dit doel nog te kunnen bereiken. En daar zie je dus eigenlijk wel het effect en het belang juist van samengestelde interest. Dat je dus eigenlijk rendement op rendement op rendement maakt. Want je inleg is bij 18 jaar maar 135 euro. Maar je ziet op het moment dat je al 7 jaar later begint, en dan is het al geen 135 meer, dan is het al bijna het dubbele, want je zit al in de 218 euro. En wacht je nog een keer 10 jaar, dan ga je al richting de 455 euro. Dus het verschil zit hem vooral in hoe vroeg je begint. Want hoe vroeger je begint, hoe minder geld je elke maand hoeft in te leggen. En dat is dus natuurlijk een voordeel voor in de toekomst. Als je al vroeg begint en je legt maar 130 euro apart, dan kun je de rest van je leven best wel goed bijhouden, zeg maar. Maar stel nou, je komt er later achter, dan moet je in één keer misschien wel 400 of 500 euro of 1000 euro in de maand inleggen. Ja, dat geld kun je waarschijnlijk niet missen door de dingen die je hebt opgebouwd. Je hebt kinderen, je hebt verplichtingen, noem het allemaal maar op. Dus als je in die situatie zit, dan is het vaak al te laat om eraan te beginnen. Je kunt natuurlijk nog wel een redelijk bedrag inleggen, maar dat bedrag is vaak moeilijk te halen, tenzij je heel veel verdient. En in deze video wil ik dus eigenlijk nog een keer het belang laten zien van hoe belangrijk het nou juist is om vermogen op te bouwen eigenlijk al op jonge leeftijd. En hoe makkelijk het dan ook is, want hoe later je aan begint, hoe moeilijker het wordt om dit doel te bereiken. En dan is het hiermee de eerste video die deze week gaat over de vermogens van Nederlanders. Nou, in dit geval willen we eerst zien van hoeveel vermogens zouden Nederlanders moeten hebben op een bepaalde leeftijd. En in de volgende video ga ik juist kijken naar welke vermogens Nederlanders hebben. Want het is laatst een onderzoek van CBS geweest. Die hebben gekeken naar welke vermogens hebben Nederlanders op bepaalde leeftijden. Inclusief een huis, exclusief een huis en welke bedragen dit zijn. Nou, daarom eerst deze video, zodat we in de volgende video goed kunnen vergelijken met wat zou het moeten zijn om financieel onafhankelijk te kunnen leven. En wat hebben ze inmiddels opgebouwd. En als laatste video deze week, een extra video op vrijdag, daar gaan we kijken naar de 10 rijkste Nederlanders en wat voor vermogens die hebben. En ook een beetje kijken op welke manier zij het op hebben gebouwd. En op die manier hebben we dus deze week 3 video's over de vermogens van Nederlanders. Nou, vond je het nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat ook weten waarom je het vond. En zoals gezegd vind je heel veel interessante links en onderwerpen en informatie onder deze video. Zoals Twitter, Facebook, Instagram van mij, het Discord chat nogmaals. En als je nog vragen hebt of opmerkingen of noem het maar op, praat mee onder deze video. Reageer ook op elkaars reacties, zodat we elkaar kunnen helpen. Dit kan dus in de reacties onder deze video. Maar misschien ga je liever naar de Discord chat. Heb ik sinds dit weekend opgezet. Iemand die zei van, ja, misschien is dat heel interessant. Een soort, ik doe dat wel met meer kanalen, ook met crypto. Maar waarschijnlijk is het ook heel erg interessant voor dit kanaal in principe. Dus ik heb dat opgericht. Daar kun je algemene dingen, je kunt video-ideeën aangeven aan mij. Maar we kunnen ook praten over persoonlijke financiën. Een groepje over beleggen, een groepje over investeren, passief inkomen. En misschien heb je nog meer ideeën, dus kijk vooral in de links onder deze video. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.